Vandaag gaan we weer over de update praten. Ik vind deze update die is uitgekomen echt heel erg leuk. Want er zijn namelijk twee paarden uitgekomen. Twee nieuwe paarden. Eigenlijk een nieuw paardenras en een heel nieuw paard. De Akalteken, hoop dat ik het goed uitspreek, is uitgekomen en die ga ik zo meteen bekijken. En ook nog een nieuwe Noord-Zweed in de app van Star Stable, SSO Horses. En die heb ik ook een beetje bekeken en die is zwart met een beetje blauwige, met blauwe stukjes door zijn manen en zijn staart. En ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik ga die op mijn telefoon helemaal verzorgen en zo. En dan zorg ik dat ik hem zo snel mogelijk naar Star Stable kan brengen. Want het is een limited edition. Hij is over 39 dagen, zag ik in de app staan. Dus 1 juli gaat hij weg. Dus als jullie die willen, ga zeker allemaal zorgen dat je hem voor 1 juli hebt. Want ik vind hem heel erg leuk. Dus ja, maar dat over de Noord-Zweed. Wat ik net al zei, zijn nieuwe Akalteken. Ik wil ook een keer Trakenner zeggen. Sorry als ik ooit in deze video in plaats van Akalteken Trakenner zeg. Want ik haal die al de hele tijd door elkaar. Maar daar zijn dus drie nieuwe kleuren van uitgekomen. Het is een vernieuwd ras trouwens. Niet echt een heel nieuw ras. En er zijn nieuwe missies. Of ja, een nieuwe missie. In het Greendale-bos. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En voor de rest stond er gewoon nog wat Spirit weggaat over een paar... Weet ik niet. Morgen. Volgens mij morgen. Mij wel. En over de paardenmarkt dingen. Ik weet niet of dat... Ik weet niet of die nou kwam of wegging. Volgens mij ging die weg. Want ik zie nergens echt... missies. En hier heb ik als goed is ook een missie. Ik ga even kijken. Verkeerde knopje. Oké, ik heb blijkbaar geen missie. Ik ga zo meteen eventjes kijken waar dat aan ligt. Maar we gaan eerst nu eventjes naar de Akaltekens kijken. En er zijn al heel veel mensen om me heen. Oh, hallo. En hier zo staat de eerste in Fort Pinta. Dit is een, ja, ze hebben speciale namen. Maar, dat weet ik niet. Laten we het maar gewoon een beetje op crème achterhouden. Het staat ook wel bekend als het gouden paard. Omdat die zo slank is en heel erg glimt. Nou, er staat een beetje informatie. Ga ik niet allemaal voorlezen. Maar het is wel grappig om het te lezen als je het zelf wil. Oh, hier. Een crème-gen. Zo. En hij heeft ook hele korte manen. Maar dit is in ieder geval één van de drie kleuren. En deze is heel mooi, ja, crème-achtig met een soort van turquoise ogen. Ik vind hem heel erg leuk, maar het is niet het paard die ik ga kopen. Want mijne staat in Silverglade Manege. Sorry mensen, ik hoop dat jullie allemaal weten waar ik heen ga. Ik zou het wel eventjes zeggen, dat vind ik ook zo sneu. Even kijken hoor. Waar staat hij? Ik heb altijd zo'n hele challenge om dat te vinden. Maar hij moet hier staan. Wacht, nee, het was de Baroness of zoiets met Baroness. Ik ben er echt zo slecht in. En sinds dit allemaal erbij staat. Hier, landhuis van Silverglade, dat was het. Hier staan er dus ook nog twee. En één van die twee ga ik kopen. En daarna ga ik ook even kijken waarom ik die missie nog niet kan doen. Maar ja, dat komt zo meteen wel. Hier staat de eerste. Dit is een beetje meer goudkleurig. Ik weet niet of dat er toevallig nu ook bij staat. Denk het niet. Nee, denk het niet. Maar dit is in ieder geval een soort van palomino goudachtige gekleurde. En deze vind ik ook al heel erg leuk. Ik vind het leuk dat tekentje daar zo bij zijn hoef en dat op zijn hoofd. En ja, natuurlijk, ik vind hem helemaal mooi met die oortjes en alles. Ik vind het een mooi paard. Maar degene die ik ga kopen is waarschijnlijk deze. Ik heb er niet helemaal heel erg goed over nagedacht. Maar het is meer omdat ik heel veel mensen op die, ja, goudachtige en die crème-achtige zie rijden. Heb ik iets van... Ik vind deze eigenlijk ook wel heel schattig. Hij ziet er gewoon anders uit dan de rest. Daarom vind ik hem eigenlijk wel leuk of zo. Ik weet het niet. Maar deze wil ik in ieder geval gaan kopen. Dus laten we het maar gewoon meteen doen. Ik heb zoals gewoonlijk nog geen naam uitgekozen. Maar er zijn nieuwe namen. Dus misschien kan ik wel in één keer wat vinden. Even kijken of er wat leuk bij staat. Bright is ook wel leuk. Omdat die natuurlijk heel erg glimmend is.
Of misschien kan chocolate cake, want hij lijkt best wel een beetje op chocoladeachtige bruin, vind ik. Kan altijd nog biscuit. Oh kijk, chocolate cake kan. Haha, dat vind ik leuk. Of bright. Bright. Boy. Maar ik vind chocolate cake eigenlijk ook heel erg schattig. Ik had al een beetje zoiets in mijn hoofd, dus ik denk dat ik hem zo ga noemen. We gaan hem gewoon zo noemen. We gaan hem kopen. Oh, we hebben een akkelteken gekocht. Oeh, ik ben echt heel benieuwd naar de gangen en ook alle andere manen die je erop kan doen. Dus we gaan zo heel snel naar Steve en dan ga ik hem bekijken. Het is volgens mij ook echt een record dat ik zo snel een naam kan vinden. Sorry mensen, ik hoop dat jullie allemaal weten dat ik naar mijn home stable ga. Oh ja, trouwens. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik een filmpje ga maken, 18k special lockdown, door 10.000 starcoins nodig had. Nou ja, ik heb die 10.000 starcoins gekocht, zoals jullie zien, waarschijnlijk al hebben gezien. Maar vorig weekend had ik het echt heel druk om een video op te nemen. Want de video die ik op wil nemen is gaat best wel lang duren en gaat best wel heel veel tijd kosten. Jullie weten nog niet wat ik ga doen, maar ik wel. En ik weet dat het heel veel tijd gaat kosten om hem op te nemen. En ik had gewoon niet zo echt tijd ervoor om dat echt op mijn gemakje te doen. Ik had de druk met van alles en nog wat. Dus is het er nog niet geworden. Maar ik ga hem sowieso uiterlijk dit weekend maken. En online zetten. Want ik wil hem gewoon heel graag snel online zetten. Omdat ik wil weten wat jullie ervan vinden. Dus ik ga er niet te lang mee wachten. En kijk hoe erg die op elkaar lijken trouwens. Vind je het gek dat ik ze door elkaar haal? Oké, ze zijn een beetje anders. Maar je kan ze met elkaar vergelijken. Oh, daar is die chocolate cake. Hij is echt heel erg dun, maar dat hoort natuurlijk wel bij het ras. Even kijken of het setje die ik op had bij hem staat. Ik vind hem echt heel leuk. Nu al. Ik vind het setje wel leuk. Zullen we deze ook opdoen? Ja. Kijk hoe mooi die is. Hoe die loopt. Ja, ik vind hem echt leuk. Ik denk dat ik de manen wel zo ga houden, omdat het wel bij het ras hoort. Maar ik ga wel nog even kijken naar alle andere dingen die je kan doen. En daarna zet ik de video even pauze en ga ik even kijken waarom ik de missie niet kan doen. Oh, kijk die draf. Die oren zijn echt groot trouwens. Kijk hoe mooi die loopt. Oh. En dan even de galop. Oh, die is ook wel leuk. Kijk die staart hier zo. Die staartwortel daarboven. Dat is echt dun. Ja, dat paard is dun. Ik vind hem wel echt heel mooi. Kijken, dat is die harder. Ik vind hem echt leuk. En die springt. Oh, dat is wel gewoon een beetje standaard. Dat is niet heel standaard. Hij stopt meer en hij glijdt niet door. Hij stopt gewoon meteen. Zo. Nou ja, oké, hij glijdt wel door. Maar hij is anders dan de rest. En hoe hij naar achter, dat is ook wel standaard. En dit is ook wel in mijn minuut naar de stijg. Die vind ik ook wel leuk. En gewoon die animaties zo. Kijk hoe cool die is. Ik ben benieuwd of die ook eet. Als die... Oh, hallo mensen. Of die eet als je stilstaat. Ik heb geen idee. We kunnen lang gaan wachten als die het niet doet. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes door de manen ga kijken. Oh. En hoe de staart er dan uitziet. Ik ben heel benieuwd. Chocolate cake. dit zijn natuurlijk de korte manen die je erbij hebt als je hem koopt. En dan kun je ook nog de langere doen. Of knotjes. Oh, knotjes zijn ook heel leuk. Knotjes vind ik ook best wel leuk eigenlijk. Ah, maar dan is die staart weer zo anders. Ik denk dat ik hem gewoon lekker zo laat hoe ik hem nu heb. Met lange manen kan je hem ook doen. Dan lijkt hij helemaal zo dun, die nek. Ik ga hem gewoon lekker zo laten, wat ik al dacht. En dan ga ik even de video pauze zetten om te kijken waardoor ik de missie niet heb. Dus ja, tot zo. Ik heb echt verkeerd gelezen, volgens mij. Want er staat op het plaatje daar zo staat er iets met... Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar volgens mij is het een missie. Ik vind het zo stom om jullie trouwens te negeren als ik aan het filmen ben. Dan voel ik me zo schuldig. Als ik niet reageer, als je me ziet, en ik ren gewoon weg zonder te reageren, dan ben ik aan het opnemen. Dus sorry mensen. Maar
Die missie is volgens mij een missie die je niet ziet staan tussen alle andere missies, maar die waar je gewoon naartoe moet rijden. Dus we gaan gewoon eventjes kijken. En dan heb ik hem waarschijnlijk wel gewoon. Wat is het dichtstbij? Ik denk gewoon herberg, het wolfhuis. Laten we die gewoon nemen. En dan gaan we zo. Ik ben ook echt zo benieuwd naar dat nieuwe tuig wat gaat komen. Naar dat zadel en hoofdstel. Ik heb wel zo'n plaatje gezien op de website. Van een heel mooi dekje en van die bandages. Ja, ik vond het er ook wel heel erg mooi uitzien. Dus ik ben echt heel benieuwd als het uitkomt. Maar ja, sowieso dan dit weekend of daarvoor, dat weet ik nog niet. Komt dan de video van de 18K special. En die gaat ook met facecam. Gebeuren. Die moet ik dan ook met een andere computer opnemen. Dit doe ik met een computer en dat ga ik met een laptop opnemen. Want daar heb ik zo'n programma op en dan kan ik makkelijker met facecam en al die dingen. Dus, maar dat komt eraan. Ik ben het niet vergeten. Echt niet. Maar als het goed is, moet het hier dan ergens zijn. Oh ja, kijk hier. Zachtjes klinkt een mooie melodie door Greendale. Trouwens, mensen wouden dat ik niet alles ging lezen, maar ik doe kleine stukjes. En dat is Lisa. Lisa heeft allemaal liedjes uitgebracht op de SSO Friends app. De liedjes zijn mooi. Oh, dat is dat veulen van de app. Fluistert. Stephanie, hoi, kom niet te dichtbij. Dan schrikt het veulen. Wie is deze vriend? Ja, hij was hier helemaal zielig en alleen. Ik moest iets voor hem doen. Met mijn muziek kon ik hem helen. Oh. Hij was helemaal koud en hulpeloos toen we hem vonden. Helemaal in zijn up en geen idee waar zijn moeder naartoe was. Toen ik hem daar zag, brak mijn hart in wel duizend stukjes. Dat wil ik uitzoeken. Een veulen hoort bij zijn moeder. Ik ga hier even snel rondkijken of ik de moeder kan vinden. Mocht het allerergste gebeurd zijn, dan regel ik dat wel. Oké. Stephanie, ik zou het fantastisch vinden als je op het veulen kon passen terwijl ik rondkijk. Wil je dat voor me doen? Tuurlijk. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Starshine, zou jij Stephanie een helpende hand of hoef willen bieden terwijl ik weg ben? Oh, hij kan praten. Oh. Ik bescherm hem met mijn leven, Lisa. Hoor je dat kleine vriendje? Bent in goede handen bij deze twee. Ik ben zo terug, dat beloof ik. Wat sneu. Oh. Hij heeft paars-blauwige oogjes. Nu Lisa weg is, wordt het veulen wat onrustig. Ik wil op Starshine rijden. Het jong vertrouwt je nog niet helemaal. Kom voorzichtig dichterbij en kijk of hij toestaat dat je hem aanraakt. Als je rustig aan doet, vertrouwt hij je wellicht. Oh. Hij is echt schattig. Het veulen lijkt rustiger, maar stoot zachtjes met zijn snuit tegen je aan, alsof hij honger heeft. Toen Lisa en ik het veulen vonden, was hij op sterven na dood. Dankzij de helende kracht van de sterrenkring komt hij er weer bovenop. Maar het is niet vreemd dat hij hongerig is. Aan de bomen hier groeien de heerlijkste jonge bladeren die elk paard zou aanraden. Maar zo'n jong veulen moet nog door zijn moeder gevoed worden. Ik mag dan heldhaftig en onsterfelijk zijn, maar dat is iets wat ik niet kan. Het zou mooi zijn als we een fokmerrie konden vinden die in plaats van zijn moeder voor hem zou zorgen. Zodra Lisa terugkomt, nemen we hem mee naar Herman in de Jorvikstal. Die gaat zeker goed voor hem zorgen, want dat heeft hij voor mij ook altijd gedaan. Je jeugdherinneringen of vaag een beetje als je door de jaren heen steeds weer opnieuw geboren wordt. Eerlijk waar, ik herinner me niet veel van mijn leven voordat ik Lisa tegenkwam. Ik herinner me wel de avonturen, wind door mijn manen galopperen door het onbekende, mijn dappere soulrider die altijd bij me was.
Je zou kunnen zeggen dat ik van nature wild ben. Ik wil niet opgesloten worden. Gelukkig heb ik een soulrider die dat begrijpt. Misschien komt het doordat we hetzelfde hebben meegemaakt. Dat Lisa en ik altijd een klik met elkaar hebben gehad. Daarom geeft ze ook zoveel om dit jonge veulen. Die pijn raakt ze nooit meer kwijt. Maar als ze het aan je vertelt, vertrouwt ze je echt. Hinnik, hinnik. Maak je geen zorgen, kleine. Zorgen, kleine. Ik ben bij je. Bedankt dat jullie me hebben geholpen om voor hem te zorgen. Ik hoop dat hij nu begrijpt dat hij nog steeds vrienden heeft waarop hij kan vertrouwen. Dat heb ik geregeld. Het veulen is nu belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat iemand hem adopteert die hem kan begrijpen. We moeten hem meenemen naar Herman. Hij is altijd aardig voor ons. En ik weet geen betere plek voor een verlaten veulen dat hem thuis nodig heeft. Oh, maar dit is dus het veulen die je in de app kan grootbrengen. Dus dat ga ik doen. En dan kan ik hem adopteren. Naar de Jorvikstal dus. Normaal gesproken zou ik je uitdagen voor een race naar de stal. Maar laten we ervoor zorgen dat die kleine ons kan bijbenen. Ga ons voor, Stephanie. Alleen als je het liedje zingt. Ga een beetje stil zijn, dan kun je een liedje ook horen. Ik neem ook echt de makkelijkste route. Nou, wat een timing met het liedje. Hey Stephanie, Lisa en Starshine. Wat leuk dat jullie eens bij die oude Herman langskomen. Zal ik maar een pot thee zetten? Het is fijn om jullie te zien, Herman. Maar dit keer hebben we iemand bij ons die jouw hulp meer nodig heeft dan wij. Hij is zo schattig. Zeg, wie is deze kleine vriend? Oh. Wat? Ik mag dan oud zijn, maar mijn zintuigen voor paarden werken nog prima. Let op mijn woorden, dit veulen is een sterras. Een sterras, net als jij Star zijn. Sterrassen zijn paarden met een bijzondere lotsbestemming. Vraag me af wat de toekomst voor hem in petto heeft. We hebben verschillende lieve fokmerries die onlangs zijn bevallen. En ik weet zeker dat een paar merries best een veulen willen adopteren. We gaan hier goed voor je zorgen, kleine knul. Maar dat was een zonnetje eronder. Net als Concorde en Anne. Aangezien jij... hierheen heb gebracht, Lisa, moet jij ook maar een naam voor hem verzinnen. Weet je er eentje? Texas. Zijn naam is Texas. Ze komt uit Texas. Texas, Texas.
Er zijn sterras. Ik vraag me af of die kleine tekstjes het ons onbewust naar hem heeft geleid. Ik weet dat het goed komt met hem, maar ik vraag me echt af wat het lot voor hem in petto heeft. Ik hoop dat hij iemand vindt waarmee hij een goede band kan opbouwen. De band tussen een mens en een sterras is soms het mooiste avontuur die je kunt beleven. Dat is in ieder geval voor mij een star zijn. Klink ik nu sentimenteel? Stephanie, haha, misschien wel, maar zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik voel me in ieder geval een stuk beter, alsof er een last van mijn schouders is gevallen. Bedankt voor alles, Stephanie. Ik zie je wel weer. Nou, was dat het? Oh, maar het was wel leuk. Ik vond het wel leuk. Maar ik ben benieuwd waar dat veulen nu staat. Of je hem nog kan zien of dat hij gewoon echt opeens verdwenen is. Ik denk dat hij dan gewoon, zeg maar, geteleporteerd is naar de app op Star Stable en dat je hem daar dan voor hem kan zorgen en dan kan je hem uiteindelijk kopen. En dat ga ik na deze video ook doen. Misschien dat hij hier nog staat, maar nu ook verder is het afgelopen. Ik vond het wel leuk. Ik vind het grappig dat het een sterras is. Maar nee, hier staat hij ook niet meer. Volgens mij was dit dan ook wel de update. De nieuwe paarden. Ik kan de Noord-Zweed natuurlijk niet laten zien, want dat is op mijn telefoon. En de missies. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het leuk. En ik hoop dat jullie de video ook leuk vinden, want dit is dan jammer genoeg alweer het einde. En dan zie ik jullie de volgende keer. Waarschijnlijk dan ergens dit weekend. Dus, tot dan. Doei!